Deze les gaat over hoofdstuk 2, paragraaf 5, de weerstand van metalen draden. En hier zie je twee draden, een korte en een lange, zodanig dat de lange twee keer zo lang is als de korte. Dan blijkt er een recht evenredig verband te bestaan tussen de weerstand R en de lengte van de draad. Met andere woorden, als de lengte van de draad twee keer zo groot is, dan is de weerstand ook twee keer zo groot. Vervolgens gaan we kijken naar twee draden die verschillen in dikte. Een dunne draad met, als ik hem doorsnij, dit oppervlakte en een dikkere draad met dit oppervlakte. Nou blijkt er een omgekeerd evenredig verband te bestaan tussen het oppervlakte en de weerstand. Met andere woorden, als het oppervlakte twee keer zo groot wordt, dan wordt de weerstand twee keer zo klein. Er kan dus makkelijker stroom doorheen lopen. Omgekeerde evenredigheden zijn wat lastiger te verwerken en daarom kunnen we natuurlijk de zogenaamde coördinatentransformatie toepassen. Hoe deden we dat? Dat deden we door het oppervlakte te vervangen door 1 gedeeld door het oppervlakte. En dan blijkt er dus een recht evenredig verband te bestaan tussen R en 1 gedeeld door A. En dan hebben we twee recht evenredige verbanden en die kunnen we combineren tot R is een constante maal L gedeeld door A. Even oppassen, dit is een 1 en dit is een L. Dus R is constante L van hier gedeeld door A, zoals hier. Die constante heeft vaak weer een betekenis in de natuurkunde, ook in dit geval, en dat noemen we de soortelijke weerstand, uitgedrukt met het symbool rho en de eenheid ohmmeter. Je zult dus heel vaak te maken hebben met het uitrekenen van de oppervlakte. En daarvoor geldt, de oppervlakte van een cirkel A is pi r². R is de straal en het is de halve diameter, met de diameter dus de afstand van de ene kant doorheen naar de andere kant. Met andere woorden, we hebben nu een formule waarmee we de weerstand in een draad kunnen uitrekenen. En dat is R is rho L gedeeld door A. Dat is wat lastig onthouden en daarom doe ik het altijd zelf zo, door hem om te schrijven tot rho L is A maal R. Dat is handig, want stel dat ik alle gegevens weet behalve de A, dan is de A rho maal L gedeeld door R. Heb ik alle gegevens behalve de L, dan is L gelijk aan A maal R gedeeld door rho. De definitie van rho is de weerstand van een draad met een lengte van 1 meter en een doorsnede van 1 vierkante meter. Rho wordt ook voor dichtheid gebruikt en dat is soms wel eens een beetje lastig. Let dus goed op dat je de goede rho gebruikt. En zodra je met elektriciteit te maken hebt, zul je dus ook met de soortelijke weerstand te maken hebben. In sommige gevallen hangt de soortelijke weerstand af van de temperatuur, maar daarover later nog meer. Soortelijke weerstand is een metaaleigenschap en dus ook op te zoeken in de BINAS. Dan de begrippen, zoals we die vandaag in deze paragraaf zijn tegengekomen. Vermeld ze ook weer in je kennenkundelijstje en leer ze uit je hoofd. Het begrip doorsneden, je snijdt hem door en je kijkt welk oppervlakte je daar dan ziet. De diameter, de afstand van de ene kant tot de andere kant. En de soortelijke weerstand. Dan de formule rho, of R is rho L gedeeld door A, of iets makkelijker, rho L is A maal R. We gaan ook nog even kijken naar paragraaf 6 en die gaat over serie en parallel. Er zijn twee manieren om apparaten in schakelingen te plaatsen. De eerste is in serie, oftewel achter elkaar. Nou, dit is een voorbeeld van een serieschakeling. De hele verbinding bestaat uit 1 draad. En je gaat eerst door de ene weerstand en dan daarachter door de volgende weerstand. Er staat altijd een spanningsverschil over een weerstand. Hier is dat U1 en bij de weerstand 2 is dat U2. En nu geldt de regel dat de spanning van de bron gelijk moet zijn aan de spanning over weerstand 1 plus de spanning over weerstand 2. En hij verdeelt zich dus, de spanning totaal van de bron verdeelt zich over U1 en over U2. Aangezien er maar 1 keten is, 1 stroomdraad is, is de stroomsterkte overal gelijk.
Je kunt je voorstellen, als ik er nou nog een component bij ga zetten, ik zou hier nog een weerstand plaatsen, dan neemt de weerstand toe. Maar als de weerstand toeneemt, dan neemt de stroomsterkte af. Dus meer componenten in serie toevoegen betekent een lagere stroomsterkte. Hier een schakeling met twee weerstanden parallel. Het belangrijkste kenmerk van een parallelschakeling is vertakkingen. Dus om te controleren of het parallel is, kijk of je vertakkingen kunt zien, zoals hier en hier. Je kunt je voorstellen dat de totale stroom die hier in de keten loopt, hier een keuze heeft, of hier langs, of hier langs. Dus de stroomsterkte hier verdeelt zich. Gedeeltelijk gaat er hier doorheen, I1, en een gedeelte gaat hier langs, I2. Dus de stroomsterkte wordt verdeeld over I1 en I2. Ik heb een spanningsverschil over weerstand 1 en dat is gelijk aan het spanningsverschil over weerstand 2. Dus over alle componenten in deze parallelschakeling staat dezelfde spanning. Stel dat ik nou nog een weerstand erbij ga zetten. In eerste reactie zou je denken, een weerstand erbij betekent meer weerstand en dus een lagere stroomsterkte. Maar wat je nu in feite doet, is je maakt een extra weg waar stroom doorheen kan lopen. Dus een weerstand hier parallel toevoegen betekent juist dat de weerstand kleiner wordt. En als de weerstand kleiner wordt, dan zal er dus een hogere stroomsterkte als hoofdstroom door deze keten heen stroom. We hebben nu gezien, in het geval van serie staan er meerdere weerstanden achter elkaar. Soms is het handig om eigenlijk te kunnen rekenen met één weerstand die precies hetzelfde effect heeft als de twee weerstanden die we in het vorige plaatje samen hebben gezien. Dan moet je uitrekenen hoe groot de weerstand is van die zogenaamde vervangingsweerstand. En bij serie geldt daarvoor de volgende regel. De weerstand voor het vervangingsweerstand RV is gelijk aan de weerstand 1 plus de weerstand 2. Eventueel zijn er nog meer, plus weerstand 3, plus weerstand 4, etc. Dus als je neemt alle weerstanden die in serie staan en telt de weerstanden bij elkaar op, je schrijft kortweg, de RV is de som van alle weerstanden. Bij parallel is de formule wat ingewikkelder. Nu kunnen we zeggen dat 1 gedeeld door de vervangingsweerstand gelijk is aan 1 gedeeld door de weerstand R1 plus 1 gedeeld door de weerstand R2 enzovoort enzovoort zolang er weerstanden parallel aan elkaar staan. En dat kunnen we weer in een verkorte versie aangeven als 1 gedeeld door RV is de som van alle 1 gedeeld door R'tjes die er misschien zijn. En als je dus hier kijkt, hier is de vervangingsweerstand deze weerstand plus die weerstand. En hier is de vervangingsweerstand 1 gedeeld door, of 1 gedeeld door de vervangingsweerstand is 1 gedeeld door R1 plus 1 gedeeld door R2. En als je dat uitgerekend hebt, dan heb je 1 gedeeld door RV uitgerekend. En dan moet je natuurlijk nog eens een keer 1 gedeeld door het antwoord wat je daaruit hebt gekregen. Maar daar gaan we later mee oefenen. Dan nog het begrip kortsluiting. Stel dat ik geen weerstanden aansluit tussen de polen van een spanningsbron, maar alleen maar een draad. Dan is er erg weinig weerstand. En erg weinig weerstand betekent een enorm hoge stroomsterkte. Zoveel dat er erg veel warmte kan ontstaan en allerlei andere gevaarlijke zaken. Met andere woorden, kortsluiting is niets anders dan een verbinding tussen de polen van een spanningsbron met een zeer kleine weerstand, zodat er een zeer hoge stroomsterkte ontstaat. Dan weer even de begrippen van deze paragraaf. Het begrip serie. Alle weerstanden achter elkaar. Geen vertakkingen. Parallel. Wel vertakkingen. De weerstanden lijken naast elkaar te staan. Dan de vervangingsweerstand. Het vervangen van alle weerstanden bij elkaar tot één nieuwe die hetzelfde effect heeft. Dus dezelfde stroomsterkte in de hoofdstroom en hetzelfde spanningsverschil. En dan kortsluiting wanneer er een hele lage weerstand is tussen de polen van de spanningsbron. Vandaag twee formules in deze paragraaf. Serie als de vervangingsweerstand is de som van alle weerstanden. En bij parallel 1 gedeeld door de vervangingsweerstand is de som van 1 gedeeld door alle weerstanden. Zoals gebruikelijk gaan we daar in de les weer mee verder oefenen. Er is ook een D-toets die je kunt maken.
En leer de begrippen goed uit je hoofd. Hou het nou bij, daar heb je later erg veel profijt van. Succes met de voorbereiding van deze les.